Nou, ik heb in mijn dromen geschreven omdat ik eigenlijk 5 jaar geleden al van plan was om een boek te schrijven. Op dat moment werden de aanslagen in Madrid en Londen gepleegd, 2005. En ik heb al die kranten uit die tijd bewaard. En alles wat er daarna gepubliceerd werd aan opiniestukken en artikelen in de krant heb ik ook allemaal bewaard. Omdat ik wist dat ik dat nog eens een keer zou gebruiken voor een boek. Ik wist alleen nog niet in welke vorm. Verhalen ontstaan doordat eigenlijk je een heel ander stuk verhaal bedenkt, wat er niets mee te maken lijkt te hebben en die je dan weer aan elkaar koppelt. Nou, op een gegeven moment had ik een kleine voorspellende droom. Het stelde niet veel voor, maar het kwam de volgende dag wel precies zo uit. En toen ging ik daarover liggen mijmeren. Van, stel je voor dat je dat nou vaker hebt, je voorziet dingen die staan te gebeuren en ja, hoe ga je dan daarmee om? En als ik eenmaal aan het mijmeren sla, dan worden dat al gauw boeken. Dus ik dacht, ik kan dat wel koppelen aan wat ik al wilde schrijven 5 jaar geleden. En zo ontstond het verhaal van Rosalie, die voorvoelt dat het vliegtuig waarmee ze terugkeert van vakantie gaat neerstorten. En ze boekt dan haar ticket om, ze durft niet meer in te stappen en het vliegtuig stort inderdaad neer. Nou, ze weet eigenlijk uit haar droom dat het een aanslag is geweest. En eenmaal terug in Amsterdam krijgt ze meer van die dromen. En voorziet ze een aanslag in de Amsterdamse metro. En ja, die gaat ze dan proberen te voorkomen met wat ze in haar dromen heeft gezien. Ik probeer altijd wel maatschappelijke thema's in mijn boeken te verwerken. En in mijn dromen heb ik dat helemaal sterk gedaan. Maar dat is echt ontstaan uit een maatschappelijk vraagstuk. Namelijk, is de integratie mislukt of valt het wel mee? We hebben in ieder geval heel veel problemen in Nederland met culturen die hier heel nauw met elkaar samenleven. Ik heb de Koran gelezen, het leven van profeet Mohammed, allerlei boeken van Arabisten waarin ze alles uitleggen over de Koran. En toen ik er vrij veel van wist, ben ik begonnen met schrijven. Aanvankelijk schreef ik alleen over die jonge vrouw, Rosalie, die voorspellende dromen heeft en over die aanslagen droomt. Maar gaandeweg dacht ik, ja, er moet eigenlijk nog een personage bij. Want zij was wel in gesprek met haar vrienden over de islam en over alles wat hier leeft en gebeurt. Maar dat kwam niet goed over. Want ja, zij kenden die vrienden al heel lang en zij wisten wel van elkaar hoe ze ervoor stonden, wat ze erover dachten. Dus eigenlijk was dat meer informatie voor de lezer. En ik moet een andere manier vinden om te vertellen hoe die Marokkaanse cultuur in elkaar steekt. En zo bedacht ik een perspectief voor een jonge Marokkaan die hier op jonge leeftijd komt wonen. En eigenlijk zich een Nederlander voelt, een Nederlandse Marokkaan. Maar Nederlanders zien hem niet als Nederlander. En ja, dan zie je jezelf op een gegeven moment ook niet meer zo. Dus door die twee tegenover elkaar te zetten, kon ik zeg maar die verschillen en ook overeenkomsten benadrukken.